dawn has broken like the first morning. Blackbird has spoken. The World Wildlife Fund has been working on natural conservation and protecting the world's endangered animals for almost 60 years. The fight against poachers is getting grimmer all the time. But the story of this fight also has a disturbingly dark twist. WWF is onderdeel van een veel bredere natuurbeschermingswereld die echt gewoon kei en keihard is. Ik krijg hier net een mobiel in mijn handen gedrukt waarop twee mensen staan die door de politie doodgeschoten zijn toen ze dus verwijderd werden uit hun dorp. Local inhabitants make room for a national park. But how far can you go to protect wild animals? সকলোবোৰ কথা নিয়ন্ত্রক হিচাপে কাম কৰি আছে WWF এটা অদৃশ্য হাতৰ ইনভিজিবল এটা পাৱাৰ হৈ কাম কৰি থাকে. Local inhabitants are regarded as poachers, being tortured and sometimes even killed. মতে ইহতে মাৰিছে আৰু কোনে মাৰিব ইহতে মাৰি পলাই ফৰষ্টু কিটাই মাৰিলে ইহতে কৈছে বুলে গৰ শিকাৰী বুলে তাক কলে. No, it's not true actually. Innocent people, we do not arrest or kill innocent people. WWF also promotes birth control. I understand that you work for WWF. In family planning, I do NSV, no scalpel vasectomy of the males. Zembla investigates the collateral damage of the World Wildlife Fund's battle against poaching. We're in Kaziranga National Park, in the eastern part of India, the Assam region. Here, we're looking for endangered animals, like the Indian rhinoceros and the Bengal tiger, protected by the World Wildlife Fund, WWF. WWF is one of the biggest natural conservation organizations in the world, with an annual budget of $840 million. It was founded in 1961 by, among others, Prince Philip of England and Prince Bernard of the Netherlands. Prince Philip was a keen hunter. Here, in the year WWF was founded, Prince Philip is hunting in India with his wife, Queen Elizabeth. He kills a tiger and a rhino. Prince Bernard was a hunter too. Here, he's proudly showing off his hunting trophies. WWF is working for the protection of these wild animals. Human beings are seen as the biggest threat. The endangered animals are protected by creating enclosed parks. Like in most other wildlife reserves, people aren't allowed to enter Kaziranga National Park. But this hasn't always been the case. Until quite recently, people were living on land that is now part of the park. These elephants are helping park rangers to destroy houses. Just over 2 years ago, the locals were violently evicted from their homes to make room for the rhinos. We proberen nu naar die dorpjes te gaan die dus met behulp van de olifanten gemolesteerd zijn. De mensen, het is de vraag of we die mensen kunnen spreken krijgen omdat die volledig over de regio verspreid zijn. This road takes you right by the park. You can see the rhinos grazing in the fields. The people who were evicted from their land were taken in by the inhabitants of another village on the edge of the park. This man was shot in his face. Rubber bullet. Rubber bullet. And how did it happen? তাদক মানে আমি হেতু কইছিলু যে কাজিরাঙ্গা স্বার্থর কারণে যে মাটি লাগে মাটি আমি দিম কিন্তু আমাক ক্ষতিপূরণ উচিত ক্ষতিপূরণ যেটু দি পেলে আপন লাগে আমি এনেকা বোল দাদার দিয়ে হাতে দিয়ে জিসিবি দিয়ে ভাঙিব নালাগে আমি নিজেই গুছি যাব রাস্তা এরিব লাগে পিছত আমি কৈছে আমাক মারি পেলাই আপনার যাক আমি তেনকা ঘর ভাঙিব ভাঙিব নিদিব পিছত সিহঁতে নাপায় ফায়ারিং করেছে দুটা মানুষ ডেড করেছে রাবার বেলা আর আহত হয়েছে আরো মানুষ মোরও এত লাগিছে এনেকা হয়েছে একদম মনে
আমার দূর জুলুমকে অত্যাচারীকে আমাক সেই জায়গার পর খেদি সেই জায়গা আমি লাইট আমার কানেকশন কারেন্ট আসে কারেন্টর বিল আছে মেয়াদি পট্টা মাটি আসে Oké, okay, dit is dus elektriciteitsrekening die ze hebben. En dit zijn dus de rechten die mensen hebben om op die plek te wonen, waar ze dus ruim 60 jaar gewoond hebben. Allemaal verwijderd. En dat onder grof geweld van deze meneer is zelfs beschoten. Ik krijg hier net een mobiel in mijn handen gedrukt waarop twee mensen staan die door de politie doodgeschoten zijn toen ze dus verwijderd werden uit hun dorp. গুলি অর্ডার স্পোক ডেট দুজন মানুষ জায়গাতে যেটা ডেট হয়ে গেল তারপর রাইজর ফলো পড়া কি উপায় নাই আর মানে অনুমা গুলি খায় গুলি খায় কত গুলি লাগিছিল এটা বুকুত লাগিছিল বুকুত লাগিছিল পুলিশৰ ফালৰ পৰা মানুহে কেতিয়াবা ক্ষমা খুজিছে নে এইটো কাৰণে নাই নাই আজি লোকে একো ক্ষমা খোজা নাই These deserted villages, which belong to the local inhabitants, are now part of Kaziranga National Park. The mosque, built here in 1951, is the only building still standing. Drie bewapende rangers gaan mee. Voor het geval dat er een neushoorn ons aanvalt. En nu gaan we even kijken naar de dorpjes die vernietigd zijn. Oké. What is this? This is that devotional temple of Muslim religions called Masjid, sir. Oh, the mosque, the old mosque. Masjid. Okay. And no people are living here anymore? No, sir. The eviction 2 years. 2 years ago? Ago. Everybody is evicted. This is the Kaziranga National Park area. And people are not living here anymore? No, anymore. They are not allowed. Here to allowed, sir. Okay. Yeah. 2 jaar geleden woonden dus hier dus allemaal mensen. Hier is de moskee. Daar had je huisjes die ze nu allemaal weggehaald hebben. En al die mensen zijn dus nu gewoon verdwenen op andere plekken. En hebben dus op een andere manier een way of living moeten vinden. Een manier van levensonderhoud. Deze neushoorn loopt nu in het gebied waar eerst mensen woonden. Prachtig gezicht. Maar omdat er zoveel neushoorns zijn hier, hebben ze het gebied moeten uitbreiden. In de Oostvaardersplassen, bij ons, hebben ze besloten 1800 edelherten dood te schieten, omdat de ruimte te klein was. Maar je kunt natuurlijk geen neushoorns doodschieten, en daarom moeten de mensen wijken voor de neushoorns. As we walk back to the car, we find police officers and park rangers waiting for us. Yeah, can we go back now? No, this is photo identity. We're asked to accompany the park rangers. They don't like the fact that we were filming in the deserted village. We are interrogated for 6 hours. But in the end, they can't arrest us, as we haven't done anything illegal. As compensation, we are granted an interview with the deputy chief of the park. There were 2 villages. Okay. And the people in these 2 villages are evicted. So actually, that land, the civil authorities had evicted, as far as I understand. It was before I was posted. And then that land was evicted by civil authorities. And Kaziranga National Park, as per se, had nothing to do with that. So they're saying you didn't have anything to do with these violent evictions?
No, I don't know when you're quoting it as violent evictions. I mean, two people got killed. Under what circumstances? If you would be evicted from your beautiful house, then you would be a little bit mad? Yes, that's true, but the earth is for everybody. It's not only for the humans, but for everybody. For animals as well. Yeah, they are also free to move around. But the humans cannot move around anymore there because it's prohibited for them. Yeah, the illegal entry is restricted, but otherwise the park is open for tourists. And if you pay. Yeah, if you pay. These people are not allowed to return to their own land, and they aren't the only ones. All over the world, many millions of people have been evicted from their land, says national park expert Bram Buscher. De natuurbescherming in brede zin is ingebed in een hele lange geschiedenis die gewoon absoluut niet mooi is en die we eigenlijk gewoon niet goed kennen. En die geschiedenis gaat gepaard met heel veel mensenrechten schendingen, maar ook dat mensen uit gebieden letterlijk zijn gezet in Noord-Amerika, in Afrika, Latijns-Amerika, in Azië. Bram Buscher of Wageningen University in the Netherlands has been researching national parks for many years and how they affect people. Als die mensen worden onteigend of dan niet meer toegang tot hebben, worden die dus steeds verder gemarginaliseerd. En zie je dus een steeds grotere groep van wat in de literatuur surplus mensen worden genoemd. Mensen surplus? Die eigenlijk nergens meer terecht kunnen. Ik vind dat verschrikkelijk. Want het zijn juist die mensen die het minst hebben bijgedragen aan de problemen van klimaat en van biodiversiteitsverlies, et cetera. En zij worden daar voornamelijk dus de dupe van. WWF plays a major role in the foundation of national parks all over the world. Prince Bernhard of the Netherlands served as the fund's international chairman for 14 years. Je hebt als voorzitter voor het Wereldnatuurfonds internationaal heb je een positie nodig waardoor je ontvangen wordt door regeringsleiders, door ministers en dergelijke. En ik heb vriendschappen daardoor gesloten en wij hebben op dat gebied wel degelijk successen kunnen boeken. Zoals het instellen van nieuwe parken of uitstellen van bepaalde ideeën die schadelijk waren voor een bepaald ecosysteem. Het interessante natuurlijk is als je het zou omdraaien. Stel je voor, de wolf is nu terug in Nederland. Hè? Is natuurlijk een beschermd dier. Er zijn er maar 2-3 in Nederland. Dus je zou kunnen zeggen het is ongelooflijk bedreigd in Nederland. Nou, stel je voor dat de Tanzanianen hier naar Nederland komen en zeggen we gaan een groot hek om de Veluwe zetten om die dieren te beschermen. En jullie mogen daar niet meer fietsen, jullie mogen daar niet meer lopen, jullie mogen daar niet meer recreëren, et cetera. Nou, zo moet je het ongeveer voorstellen wat wij dus al 100 jaar, zo niet 150 jaar, in andere delen van de wereld doen. De succesvolle actie Red de Tijger bracht binnen korte tijd 1,5 miljoen gulden op. Tegelijkertijd kreeg prins Bernhard de onmisbare steun van de Indiase premier mevrouw Indira Gandhi. Het was niet de enige keer dat de prins via die persoonlijke gesprekken aandacht kon vragen voor de activiteiten van het WNF. 90% van natuurbeschermingsgeld komt uit het Westen. En geeft dat een westerse blanke blik op die parken? Nou, absoluut. Ten dele omdat wij natuurlijk gewoon eigenlijk de grote natuur niet meer kennen. Omdat wij dat al kwijt zijn in die zin, is het natuurlijk op een bepaalde manier ook logisch dat wij dat graag nog ergens anders zouden willen zien. Is WWF een important sponsor voor dit park? Yes, it is. It is. WWF is working with very closely with the government, with the park authorities for various levels. 18% of the world is currently protected for nature conservation, and the need to protect more areas is urgent. Onder andere Wereld Natuurfonds wil graag dat dat richting of 30% of zelfs 50% gaat. Van het aardoppervlak. Van het aardoppervlak. Maar ja, hoe wil je dat daadwerkelijk gaan bereiken zonder dat je vooral de armste mensen van de wereld ongelooflijk gaat onteigenen? Tenzij je inderdaad hier in Wageningen, waar we nu zitten, het gaat doen. Maar dat bedoelen ze natuurlijk niet. Wageningen gaat niet onteigend worden om hier een park van te maken. Waar dan wel? Voor
তিব্বতে আমাৰ কাজিৰঙাৰ লগত আমাৰ বনলতা সিংহৰ অধিকাৰ আছিলে, তাৰ মাছ কাছ আমি লগত সহবস্থান কৰাৰ অধিকাৰ আছিলে। গতিকে কাজিৰঙা আমি মৰমৰ চকুৰে চাব পাৰিছিলোঁ, তাৰ খেৰখুটাৰে আমাৰ ঘৰ সাজিছিলোঁ, তহী ঘৰ সাজিছিলোঁ, জুপুৰি ঘৰ সাজিছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া আমাক তেওঁলোকে বহিৰাগত মানুহৰ দৰে, তেওঁলোক কাটাতাৰ লগোৱাৰ দৰে আমাক ব্যৱহাৰ কৰে, তেওঁলোকে আমাক অপৰাধীৰ দৰে গণ্য কৰে। তেওঁলোকে কেৱল সন্দেহ, এটা চোৰাং চিকাৰী আমাৰ থলুৱা ইয়াৰ দাঁতিকা ঘৰৰ মানুহক কেৱল চোৰাং চিকাৰী পোচাৰ হিচাপে তেওঁলোকে আমাক গণ্য কৰে। Sonaswar Nara is one of the founders of this school. He also helps people who have been wrongly accused of poaching by park rangers. খুব দুখ লগা। কাজিৰঙাৰ সেউজীয়া প্ৰকৃতিৰ পৃথিৱীৰ ভিতৰত যে এনেকুৱা নাৰকীয় অমানৱীয় হত্যাকাণ্ড যে সংঘটিত হৈ আছিলে, এইবোৰ সম্পূৰ্ণভাৱে টকা পইচা আৰু ক্ষমতাৰ বলত গোটেই তাক হেঁচি ৰাখি থকা হৈছিল। Sonaswar himself has been arrested several times for protesting against human rights abuses by park rangers. One of those was the murder of Gwanbara Keeling. When the Keeling family's cow didn't come home one day, their son went out to look for it. Gwanbara was 20 years old and mentally challenged. Etu loratu hondia hoi gul guru bisari bolo jaunte guru na pale ne pale ne kobon guru ahana manu ahana tar pisot bisarilu gutei khini bisarilu puan nai pisote koisu bole eta manu bole thanat bole enaka enaka las ahi ase tumaloke sabosan boli kot to morakho mori asile kintu মানে কেনেকৈ মৰিছিলে, কি গাত গুলি চুলি লাগি আছে? গুলি লাগিছে, তিনিটা নে চাৰিটা গুলি দাগ আছে, বাহুবিলাকত ঘুপিও দাগ আছে, আৰু দাউদি কাটা দাগো আছে। তো আপোনাৰ কি লাগে, কি হ'ল তেওঁৰ লগত? মোৰ মতে ইহঁতেই মাৰিছে, আৰু কোনে মাৰিব? ইহঁতে মাৰি পেলাই কৈছে বোলে ফৰচটোকেইটাই মাৰিলে, ইহঁতে কৈছে বোলে গড় চিকাৰী বোলে তাক ক'লে। কোনোবা লিখিয়া লগতে ভয়তো নগ'লোঁ হয় থানাটো, যে এনেকুৱা ল'ৰা চিকাৰী বুলি ভয়তো নগ'লোঁ হয় তাত। The death of their son Gwanbara has been barely investigated, and this isn't the only incident. According to official statistics produced by the park rangers themselves, 50 people were killed by rangers between 2014 and 2016. And that includes many innocent victims, says Sonaswar. দুখ লাগে, এই যে হৰেণ, এই যে দীপেন, এই যে ৰাহুল, এনেকৈ হাতত ৰছী বান্ধি, ভৰিত ৰছী বান্ধি মেৰিয়াই ভিতৰত তেওঁক মাৰি থৈছে। যদি সঁচাকৈ সমুখসমূহৰ যদি সংঘৰ্ষ হৈছিলে, কেনেকৈ ৰছী হাতত ৰছীত কেনেকৈ ইয়াত চিন থাকিব পাৰে, কেনেকৈ ভৰিত চিন থাকিব পাৰে? Het is toch echt een prachtig beest. En dat ze dat dus gewoon de horen eraf kappen om te gebruiken. Dat is toch echt schandalig. In China and Vietnam, the rhinoceros horn is worth its weight in gold. Approximately $4,500 per 100 grams. People believe the horn can cure everything from cancer to erectile dysfunction. There are over 2,400 rhinos in Kaziranga Park. Every year, about 10 of them are killed by poachers. Last year, the park rangers were armed more heavily in order to deal with the problem. Je kan niet zo naïef zijn door te zeggen, goed, die grote misdaadstroperij lossen we op door lief met ze te gaan praten. Een bepaalde vorm van militarisering is wellicht niet te voorkomen. The Indian government pays for the weapons. WWF takes care of training the rangers. I've been invited by the WWF to come and do a selection phase here, which we are currently busy with. They are preparing for against poaching. Yes, they are preparing to train other people in the anti-poaching operations that's currently running with WWF and the polar national parks of India. WWF also organizes combat and interrogation training, and provides equipment like clothing, night vision cameras, GPS equipment, and thermal imaging scanners. But are they then also responsible for the rangers' policies within the national parks? Indirect zeker. Want als je niet je daarvan afzet, ben je ook gedeeltelijk verantwoordelijk voor als je het financiert.
De onthulling waar het Amerikaanse BuzzFeed nieuws vandaag mee kwam is toch nog schokkend. En nu niet eens vanwege het geweld aan de kant van de stropers. BuzzFeed komt met een harde aanklacht aan het adres van 's werelds belangrijkste natuurbeschermers, het WWF. A lot of these animals, like elephants, rhinos, they're under great threat. But the question is what's the cost of protecting them and how do we best protect them? And I think, as our story shows, there have in some instances been a very deep human cost to particular styles of conservation. According to BuzzFeed, WWF is funding park rangers who are being accused of torture, sexual abuse, and the murder of locals in several national parks. Maar natuurlijk zijn er ook heel veel mensen in organisaties zoals Wereld Natuur Fonds die zeggen, ja, je kan geen eitje eten zonder het eerst te breken. En zo werkt de natuurbescherming nou eenmaal in de praktijk. Het is geen lief wereldje. Stropers zijn ook niet lief, zijn vaak ook soms goed getraind, et cetera, en gebruiken geweld. Ja, dan moet je ook geweld tegen gebruiken. WWF horonkora rasdite temloke biniyog korise. Amar kokai bhai majot mama bhaginor majot bishwas horon kora rajniti korise teloke ketaman tokar binimor spy teloke nirikkhok ami rakhi manuhor majot ei bibhajonor srishti kore kajonga datika kore manuhor majot bibhinno dhoronor kham khele srishti kore amak yapa bitaron korar karone bibhinno dhoronor telokor eta mechanism teloke toyar korise. This internal document reveals that WWF pays for informants to give information about poachers. There is no record of who gets paid, and it can also lead to false accusations. Mona Bora was arrested after he was accused of the possession of weapons. Mugha khali pispela diat kapora mai enake kaputu dhoi te gai uthai pela mug office le lei dise office ni pela dai mug khudise je tutat bonhuk ase tutat guli ase. তেতিয়া মই কৈছোঁ ছাৰ তো মইতো এইবিলাক তো কৰা মই মানুহ নহয় মইতো খেতি কৰি খোৱা মানুহ খুব কৈ আছে তোৰ তাত বন্ধুক আছে গুলি আছে পিঠিত মাৰিছে ইয়াত মাৰিছে মুঠতে হয় নহয় তই ক ইমানে তাৰমানে মই কান্দিছোঁ ভৰি হাতে ধৰিছোঁ ইমানে মই কৈছোঁ তাৰমানে কাৰেণ্টৰ শ্বৰ্ট দিছে মোৰ আঠানাতো কাৰেণ্টৰ শ্বৰ্ট দিছে এই গাঁঠিত শ্বৰ্ট দিছে ইয়াত দিছে গোটেই গাঁঠিয়ে ইয়াত দিছে Mona Bora is released, and the villagers start a protest. They demand an apology from the park rangers. He did say, "Yeah, 10 days. Apna gosit khoti pon dia hobo, gosit chikisa kora hobo bolii. Yeah, eto hai apna hai tini bosre. Wajale kama khoti pon kuanai. Eto kaha kuanai." The villagers are angry, because innocent people are being arrested, tortured, and some even murdered. We staan hier voor het hoofdkantoor van de parkwachters van het Kaziranga National Park. Deze parkwachters worden ervan beschuldigd dat ze shoot on sight. Dat betekent als er iemand in het park is, dat ze die dan mogen schieten. Desnoods doodschieten. Al in 2005 in dit boek van Kaziranga staat kill or get killed. En trots bozeren hier de parkrangers voor een aantal lijken van vermeende stropers. Nog recentelijker, in een rapport van 2014 staat dat eigenlijk de wildlife crime de ergste misdaad die er is. En dan spelen mensenrechten niet meer zozeer. Kill the unwanted. Dus dood degene die er niet thuis hoort. En dat is niet het dier, dat is in deze de mens. WWF is a member of the expert panel that produced this report, in which the use of brute force is condoned. We go to talk to the park authorities. We do not have any suited site order. It is only at the extreme conditions when it's most necessary to use force, it's being used. Because the area is sensitive in terms of rhino poaching. Kijk, shoot to kill is in veel landen niet wettelijk toegestaan. Dat is hartstikke illegaal. Maar dat is altijd makkelijker gezegd dan gedaan. Want in de praktijk, en ik heb zelf ook met parkwachters meegelopen in parken, zie je dat ze zeggen dat het natuurlijk heel onhandig is om te wachten tot mensen eerst op jou gaan schieten of dat je je onveilig gaat voelen voordat jij terug gaat schieten.
There is no shoot on sight policy. No, there's but no I spoke to guards who tell me, yes, if somebody enters the park illegally, mm-hmm. we can shoot. No. We have to shoot. No, that is not true. মানে কইছিলে যে ফরেস্ট গার্ডে মানে শুটেড সাইট আছে মানে মানুহ দেখিলে গুলিয়া দিব পাৰে মানে ৰাইট আছে বৰ মানে কি ভিতৰ এলেকাত হলে আছে শিকাৰী খন্তেজনক হয় মানে হাতিয়া পত্ৰ পোৱা যায় হয় হয় সো দে আৰ সেইং লাইক ইফ এনিওয়ান ক্যান বি ফাউণ্ড উইদিন দ্য দোজ ওয়ায়ার্স লাইক দে হ্যাভ রাইট টু শুট দেম ওকে ইয়া সাম পোচার্স আর বিং নিউট্রালাইজড দ্যাটস ট্রু But there's no innocent people that are coming into, you know, killing. And there's nobody, you know, we do not have any, you know, special powers to, you know, just shoot people. National parks are becoming militarized, and that is expensive. We hebben zelfs gezien dat over de laatste 10 jaar dat er een grote verschuiving is plaatsgevonden van geld voor dit soort bredere activiteiten terug naar antistroperij. En dat lost misschien op de korte termijn iets op dat je sommige dieren kunt beschermen. Maar op de lange termijn kan dat dus juist weer problemen veroorzaken met het feit dat je lokale bevolking eigenlijk van je vervreemd. WWF wordt hier allemaal gehandeld. Kan tegenwoordig bondbivagor karone ফরেষ্টৰ কাৰণে তেওঁলোকে কোটি কোটি টকা দিব পাৰে কিন্তু দাঁতি কাষৰ যি সংৰক্ষক যি প্ৰকৃত কাজিৰঙাক নিৰাপত্তা দি থকা জনসাধাৰণৰ কাৰণে তেওঁলোকে লাখ টকাও দিবলৈ তেওঁলোকে অপাৰক This is what the tourists come for. Two-thirds of the total of 3,000 Indian rhinos live in this park. The Bengal tiger also lives here. Every year, around 150,000 tourists visit this park, an important source of income. But does that make up for the losses suffered by the local population? If a person is coming to this place, is staying, is moving around the park, is doing a lot of tourism activities, apart from that 100 rupees, the rest entire money is flowing into the community. So all the jeep safaris that you've seen are driven by local people. The benefit of tourism is going to them. Tourism, I'm a waiter, yet sweeper, I'm a casual workers. We are not, I'm actually gute hompunno phabe yat sthayi kono karmasthapan yar punputekoi ami labhambito noy protokkho bhabe he ami labhambito Kaziranga National Park Authority usorot. En dat is dus eigenlijk ook een groot probleem. Ze blijven dus eigenlijk een beetje tweede rangs burgers. En zo voelen veel mensen zich in de toeristensector. Voornamelijk in Afrika, maar ook in India en andere gebieden. Goedenavond. Het is nog nooit zo slecht gegaan met de natuur op onze planeet. Meer dan een miljoen soorten planten en dieren dreigen uit te sterven. Het staat in een nieuw groot wetenschappelijk onderzoek van de Verenigde Naties. Het is zo erg, zeggen de wetenschappers, dat het uiteindelijk ook een bedreiging is voor de manier waarop wij mensen leven. According to the United Nations, we need to fundamentally change our consumption and stop further exhaustion of the planet. Ja, wij moeten het milieuprobleem aanpakken. Daar ben ik helemaal voor. We moeten het klimaatprobleem aanpakken. Maar niet door arme mensen die vroeger uit natuurgebieden gezet zijn, daar ook nog eens verantwoordelijk voor te maken. De structurele druk komt van veranderend landgebruik. Veranderend landgebruik is een van de grootste redenen voor de afnemende biodiversiteit. Historisch en nu nog steeds. En daar hebben wij een ontzettend grote rol in. En een veel grotere rol dan arme mensen die rondom natuurgebieden leven. We also need to change the way we manage our natural areas. According to the UN, we need to involve local populations much more, as that is better for nature. আমি কৈছো যে আমাক আস্থাত ৰাখক জনগণক আস্থাত ৰাখক কাজিৰঙাৰ ছেফ্ট আমি কৰিম WWF-এ এই বিকৃত স্পনচৰ আমাক দৰকাৰ নাই ইয়াক কালচাৰেল আমাৰ এটা নিজস্ব যি হাৰমনি আছে যি আমাৰ বৈচিত্ৰতা আছে কাজিৰঙাক লৈ যদি আমাৰ গৰ্ব আছে আমি নিজে সুৰক্ষিত কৰিম আমাক কমিউনিটি ফৰেষ্ট ৰাইটছ আমি কৰি কাম কৰিম Het Wereld Natuurfonds heeft niet alleen projecten om de beesten in de wildparken te beschermen, maar het doet ook aan projecten met betrekking tot geboortebeperking. Bedoeld om de druk op de wildparken te verminderen. De bevolkingsdruk. In plaats van kijken naar structurele ongelijkheid
en het feit dat we gewoon een onduurzame economie hebben, wordt juist heel vaak gekeken van er zijn te veel mensen. En die mensen zetten dus druk op natuurgebieden. Dat is vanaf het begin van de natuurbescherming is dat al ingebakken in het wereldje. In 1986, on the World Wildlife Fund's 25th anniversary, overpopulation is considered to be the biggest threat to nature. There are too many people. Er zijn nu 4,6 miljard mensen op aarde. En in 2000 zijn dat er 6 miljard. De groei gaat door totdat er in het jaar 2100 een stabilisatie plaatsvindt bij 10 miljard. De geboortegroei moet beperkt worden, vindt het fonds. Daarom wil het WNF meewerken aan voorlichtingsprojecten in de derde wereld. En dat vertaalt zich dus in familieprogramma's, in populatieprogramma's, geboortebeperkingen en soms zelfs in sterilisatie en andere zaken. WWF information outlets mention different methods of family planning, including sterilizing women and men. WWF is supported in this by the US government and the pharmaceutical company Johnson & Johnson. Wat vindt u daarvan, dat sterilisatie gekoppeld wordt aan natuurbehoud? Ik vind dat een kwalijke zaak. Ik vind dat een kwalijke zaak omdat eigenlijk de oorzaak van het probleem bij de verkeerde mensen wordt gelegd ten eerste. En ten tweede bij het verkeerde probleem. Als wij allemaal zouden leven zoals veel arme mensen in India, hebben we waarschijnlijk veel minder een biodiversiteitsprobleem. Het probleem is niet de hoeveelheid mensen. Het probleem is onze economie en hoeveel druk we daarop leggen, omdat we alles maar meer moeten en continu maar meer willen groeien. Dat is het probleem. WWF runs family planning programs around national parks in many countries, like here in Congo and also in Cameroon and Uganda. We're looking for a doctor who was working for WWF and was carrying out family planning for many years. This is the clinic of Dr. Pandi. Hello. Hello. I am a Dutch neurologist. Yeah. And I understand that you work for WWF. Ah, yeah, I do. From 2005 or 6 to up to 2010 or 11. I worked in so many camps. They arranged camps in the villages, medical camps, health checkup camps, and distributes medicines for general illnesses there. And for some camps, I was also involved in the family planning too. Can you explain what is family planning? What do you do? In family planning, I do NSB, no scalpel vasectomy of the males, in which a single hole puncture is given in the scrotal skin and we could deliver both the cords outside and we are ligating it, cutting it and ligating it. And this procedure is performed within 5 to 10 minutes. WWF was running a family planning program here at the Dudwa Tiger Reserve. The idea is that the population living around the park doesn't grow, which would increase the pressure on the national park. WWF trying to perform their jobs by providing the facilities to them, not harming to the jungles and not harming to the animals thereof, these jungles. Maar er is toch ook een probleem met betrekking tot overbevolking? Overpopulatie is niet het grote probleem voor biodiversiteitsverlies. Uiteraard, de hoeveelheid mensen die er zijn kan een probleem zijn als iedereen zo consumeert als wij hier in het Westen. Ja, natuurlijk is dat een probleem. Dan hebben we misschien inderdaad te veel mensen. Maar laten we het populatieprobleem dan bij de oorzaak aanpakken, namelijk de mensen die het meest consumeren, wat uiteindelijk dus grote impact heeft op het landgebruik over de hele wereld. We're on our way to one of the villages where WWF and the doctor were working. Immediately after checking in at a nearby hotel, we were visited by the police. They wanted to know why we are here. After we'd explained and told them that we are journalists, they let us go. But before we even arrive at the village, we're stopped again. Wij zijn net gecontroleerd door de politie. Een tweede keer vandaag. Ze zijn net hiervoor ook bij ons in het hotel geweest, waar ze ons paspoort gecontroleerd hebben en ons gezegd hebben dat wij niet op straat mogen filmen. Onze tolk zei, dit is pure intimidatie. In ieder geval gaan wij nu op weg naar het Dudwa Tijgerreservaat om te spreken met mensen die daar wonen en waar het Wereld Natuurfonds een project heeft gedraaid met betrekking tot geboortebeperking. Hallo, sir.
Ik heb het idee dat ze weten dat wij hier komen en dat dit de derde keer is dat wij vandaag gecontroleerd worden. Jungle kom neer. One of the questions we want to ask in the village is whether people actually want to be helped by WWF. Is their cooperation voluntary, or do they first need to be convinced to cooperate? It is very difficult to make them understand yeah. that you should adopt the family planning methods. Yeah. Are men quick convinced? It is very difficult to make them understand yeah. that this is not going to harm you. This will, you will feel much better, and you will feel much enjoyment in getting sex done with your wife after getting it done. Then they will convince it. Een bepaalde arrogantie speelt daar een rol bij. En die arrogantie wordt vormgegeven omdat mensen zo graag de natuur willen beschermen. En dat snap ik. Daar ben ik ook helemaal niet op tegen. Maar vervolgens gaan ze naar de verkeerde oorzaken kijken. En niet naar wat daadwerkelijk de oorzaak is, namelijk ons grote consumentisme en de continue economische groei. Dit is de zoveelste keer dat wij gecontroleerd worden in dit kleine dorpje. We hebben nog geen 10 kilometer afgelegd en we zijn al 4 keer gecontroleerd. Dit is pure intimidatie. Okay. Jos, yes? We have more than 50,000 in cash with us. 50,000 what? Cash. More than 50,000. No. No, we don't have. It's not clear why we're now being asked about money. Is it because the country is currently holding elections? Or is it because they don't want us speaking to the villagers? We want to know how the WWF programs were run and whether there were sufficient medical supplies. I was the only person qualified there I have seen. The people, those who were distributing the medicine and those who were conducting the camps, they were not qualified. And was, you will get surprised, who was giving me only 600 rupees. That is not even who I was giving my petrol. So this was, I was not taking even that money. 600 rupees a person. Oh, definitely. I was not even getting that money. Yeah. Wij staan nu voor de vierde keer worden we aangehouden. En we mogen dus nu niet meer verder naar de mensen toe om met ze te praten. En wij moeten dus nu terug naar het hotel. The police escort us back to the hotel. We spoke to many people in India and one thing became clear. They're angry at park rangers and WWF. Mensen zijn boos, lijkt het, op het ja. park. Ja, nou ja. En weer natuurvolks daar. Maar terecht, inderdaad. Want ze zijn niet onderdeel van het probleem. Vervolgens worden ze uit parken gezet, gemarginaliseerd, geïntimideerd. En krijgen ze nog de schuld van het biodiversiteitsprobleem vaak ook in de schoot geworpen. Nou, hoe zou jij je voelen? Uiteraard voelen mensen dat als een groot onrecht. 2 maanden geleden hebben we het WWF benaderd. En hebben we hier in Zeist een voorgesprek gehad. Toen we uit India terugkwamen, hebben we onze bevindingen gedeeld en hebben we een afspraak gemaakt voor een interview. We hebben vervolgens de vragen opgestuurd en daarna heeft de WWF zonder enige reden het interview afgezegd. Ik vraag me af wat de reden is en ik hoop dat ze die nu aan mij willen mededelen. But WWF doesn't want to give a reason, nor do they want to be interviewed. They've only issued a written response. The World Wildlife Fund is shocked by these allegations. Human rights abuses are unacceptable to us. WWF will have an independent investigation carried out and take measures where necessary. We can only be successful in protecting wild animals if we work together closely with local inhabitants and get their support. It is also crucial to improve the socioeconomic position of people living around protected areas. WWF helps local communities all over the world. For example, by finding alternative sustainable sources of income. For WWF, protecting nature is never a choice between humans and animals.